Ja, rond de klok van 9:30 hebben een aantal supporters het levenloze meisje aangetroffen. Direct zijn wij ter plaatse gegaan, hebben de boel afgezet en zijn een onderzoek gestart middels een team grootschalige opsporing. En in de loop van de middag hebben we een 32-jarige man uit Leiden aangehouden. Hoe bent u zo snel bij hem terechtgekomen? Nou, het onderzoek is voortvarend van start gegaan. We hebben een aantal mensen gesproken, getuigen gesproken. We hadden voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat deze meneer konden aanmerken als verdachte. Na overleg met de officier van justitie hebben we hem weten aan te houden. U zei, er is met getuigen gesproken. Hebben die getuigen hem ook echt aangewezen dan? Nou, we zijn direct een onderzoek gestart en we hebben met getuigen gesproken. Er waren voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat dit wellicht de verdachte is. En daarop hebben we hem aangehouden. Wij horen daar in de buurt dat het meisje rechtop tegen een boom aan zat. Wat kunt u daarover zeggen? Nou, daar kan ik op dit moment niks over zeggen. Hangt het onderzoek. Dat is ook een onderzoeksvraag hoe zij daar is terechtgekomen. En daarom ook willen wij graag een oproep doen. Mensen die mogelijk iets bijzonders is opgevallen tussen donderdagavond 30 december en vrijdagochtend 31 december. Iets bijzonders in de zin van dat ze rare bewegingen bijvoorbeeld hebben gezien aan die Melchior Treuplaan in dat sportparkje daar. Ja, dat klopt. We willen heel graag met mensen contact komen die daar wellicht iets bijzonders is opgevallen. Iets bijzonders hebben gezien en die wellicht met ons in contact willen komen. Kunt u iets meer zeggen nog over de verdachte? Want hij is een man van 32 uit Leiden, maar wij horen dat het een redelijk bekende turnleraar is. Kunt u daar iets over zeggen? Nou, het betreft een 32-jarige man uit Leiden. Meer informatie kunnen we op dit moment niet delen. Wat we wel kunnen zeggen is dat hij in alle beperkingen zit. Dus alleen maar contact mag hebben met zijn advocaat. En deze meneer wordt vanmiddag voorgeleid voor een rechtercommissaris.